Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto van half acht vanochtend kunnen we zien dat een uitgestrekt wolkendek over Nederland ligt. En onder die wolken komt ook nog eens nevel, mist of op sommige plaatsen zelfs dichte mist voor. In de loop van de dag gaat het zicht wel wat verbeteren. Maar dan hebben we uit het wolkendek ook nog wat regen of motregen die valt. En dat gebeurt met name in het zuiden van het land. De wind die stelt weinig voor en het wordt vanmiddag zo'n 8 of 9 graden. Ook vanavond blijft het overwegend bewolkt met soms een enkel spatje regen of motregen. De temperatuur zakt naar ongeveer 6 of 7 graden. Weinig verschil dus met overdag. En morgen ja, nog steeds een grijs weerbeeld. Met name opnieuw in het zuiden een enkel spatje regen of motregen. En na een nacht met minimaal tot lokaal 3 graden kan het op sommige plaatsen gewoon de hele dag mistig blijven. En ja, het grijze weerbeeld zijn we ook op zaterdag en zondag en ook op eerste kerstdag maandag nog niet vanaf. Middagtemperatuur tussen de 8 en 10 graden. We zien wel dat in de loop van de periode de wind vanuit het zuidwesten wat gaat aantrekken. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl